Minder tijd aan administratie besteden en juist meer tijd aan de bewoners. Dat is de achterliggende gedachte van het schrappen van een aantal regels in de zorg. De medewerkers willen af van dikke mappen vol papierwerk. Het is gewoon echt een hele dikke map vol en vol met papieren. En waar willen wij naartoe? Wij willen naar een map toe met bijna geen papierenwerk meer. Zorginstelling Opella is dus de eerste die meewerkt aan het voorstel van de overheid om overbodige regels te schrappen. Maar welke regels zijn volgens hen dan overbodig? Bijvoorbeeld hoe vaak moet iemand douchen of hoeveel maaltijden moet iemand op een dag hebben. Het zijn allemaal zaken als je die heel gedetailleerd gaat voorschrijven op een afdeling, dat je ook niet meer goed kunt wonen, want mensen wonen hier en ook niet goed meer kunt werken. In een instelling als deze zitten veel mensen die extra zorg en dus ook extra regels nodig hebben. Het kan dan ook niet zo zijn dat alle regels op de schop gaan. Veiligheidsregels gaan natuurlijk niet overboord. Medicatie als voorbeeld of het gebouw waar we nu zijn. Hier wonen dementerende mensen, ze hebben vrijheid om hier te lopen. Maar de deuren naar buiten zijn afgesloten. En dat blijft natuurlijk zo voor hun eigen veiligheid. De verzorgsters zijn in ieder geval blij met de maatregelen. Zij kunnen nu nog meer energie steken in dat wat ze het liefste doen. Iedereen is druk, druk, druk in de zorg. Daar staat de zorg onbekend. En ik denk dat we nu als professionals wat meer voldoening uit ons werk kunnen krijgen. Omdat we nu meer tijd, wat we nooit hadden, dat we nu echt meer tijd hebben voor onze bewoners.